Ik heb net gevraagd of dat de klok terug kunt komen. Ik vind het erg prettig. Ik woon in principe in IJsselmonde al 40 jaar bijna. Ik heb op één sticker geschreven meer eenrichtingsverkeer wegen. Heb je er eens klachten over gehoord over deze wijk? Nee, eigenlijk niet. Mijn naam is Dia Junjong. Ik ben projectmanager voor de gemeente Rotterdam. We staan nu in theater Isla Munda. Afgelopen dagen hebben we participatiedagen gehad. We willen graag van de bewoners en de ondernemers van het centrum IJsselmonde horen of zij ideeën hebben voor hun wijk. Dus middels panelen laten zien hoe de buurt er nu uitziet en hoe het zeg maar, in de toekomst eruit kan zien. Waarom doen we dat? We willen de buurt beter maken. En daarvoor hebben we input nodig van de bewoners. En wat zou u dan willen veranderen als u iets mocht veranderen? Sommige wandelpaden die heel erg slecht zijn. Mm-hmm. Onder andere hier vandaan naar de gebouwen van de Reigers. En wat vind jij van het initiatief van de gemeente dat ze een beetje gaan polsen bij de bewoners? Oh, dat vind ik wel heel goed. Elke donderdag staat er een markt, maar het is bijvoorbeeld denkbaar dat we ook andere activiteiten of evenementen gaan organiseren op het plein. En als u nou dit plein mocht veranderen bijvoorbeeld, wat zou u graag willen zien? Nou, dat wordt moeilijk, omdat dit plein eigenlijk is bestemd ook voor de markt. Nou ja, en maakt dat dan maar gezelliger. Nou, hoe het eruit komt te zien, dat weten ze zelf eigenlijk niet, maar ze geven wel aan wat ze missen. En wat gaan jullie met al die gegevens doen of met al die tips? We gaan ze bundelen en we gaan een gebiedsvisie voor het centrum IJsselmonde maken. Dus dat houdt in dat we wat denkrichtingen gaan opstellen voor in de toekomst. Uiteindelijk doen we het voor de mensen hier. Om die visie zeg maar uit te werken heb je wel hun meningen nodig. Uiteraard, dus daarom staan we hier ook. Dus daarom zijn we nu volop aan het participeren. Maar het houdt niet op, we komen ook in het najaar terug. Ja, we willen ze ook teruggeven wat we met de ideeën hebben gedaan. Dus er wordt wel een hoop gedaan. Ik kan niet alles willen. Dus je bent wel tevreden eigenlijk? Ik ben een heel tevreden mens eigenlijk. En als mensen nou meer informatie willen, wat moeten ze dan doen? Dan kunnen ze naar www.rotterdam.nl/IJsselmonde. Daar staat alle informatie op, dus kunnen ze bijhouden. Dat is een goeie, hè? Ja.